Kunnen jullie allemaal ietsje aansluiten? Kijk, welke tijd? Nee? Oké. Yes, superleuk. Wil je de koppels ook nog apart? Wil jij dat nog doen? Ja, misschien nog een keer. Het zou wel leuk zijn, heel snel. Ja? Ik draag jullie over aan meneer en aan haar. Dat is goed. Wij zijn uit de eerste eeuw na Christus en wij zijn uit de samenwerking van verschillende Romeinse groepjes. Wij zijn van Vectio, dat is de enige Nederlandse late-Romeinse reenactmentgroep. En wij zijn ongeveer vierde eeuw na Christus. Nee, dit gaat niet goed. Nee. Het middeleeuws gezelschap 1475. Ik leg je even vast voor de toekomst, hè? Ja, wat lukt. Kom maar. De chef zei het, hè? Ja. Hij zei alles moet in de olie. Nou, ik heb alles in de olie gezet. Ja, staat je lopen, jongen, echt. Wat bent u aan het maken, meneer? Een fourquet. Een vork waar een 17 eeuwse musketten komt uit. Oh. Ja, dat kennen jullie niet, hè? Nee, is dat ook een klein musketten? Dat is dus een stokje waar je je musket in legt. Dus we zijn nu de vork aan het maken, wat je in te drinken is. Dus nu is het zometeen die twee staafjes. Dus deze stuk is hier aan het uitsmeden totdat het als het ware stil. Meer die kant op, hè? Ik heb besloten om hem gewoon zelf helemaal nieuw te maken in de blaasbal. Ik heb het diepel hoor, want het is de eerste keer dat ik zo'n ding maak. Dus we zullen het even uitzoeken. Ja, deze met een pompom aan te bouwen.